In dit filmpje leg ik uit hoe je kan werken met een automatisch gegenereerde bronnenlijst of bibliografie. Om een bron in te voegen maak ik gebruik van verwijzingen en ik kies ervoor om een citaat in te voegen. Dus ik wil een nieuwe bron invoegen, dan moet ik kiezen voor citaat invoegen, nieuwe bron. En daarin krijg ik een venster volgens de normen van IEEE. Ik kan ook kiezen voor APA-stijl, ik ga dat direct tonen. Dan kan ik dus de verschillende versies, verschillende velden die ik hier moet typen, kan ik die dan invullen. Dus bijvoorbeeld de naam van de website. En zo verder. Ik zal mijn naam hierbij schrijven, dan zien we onmiddellijk alle velden. En ik klik op OK. Dus nu is mijn eerste bron al gemaakt. Ik zie hier al een teken van een bron, dus een referentie naar die eerste bron. Het kan zijn dat je dat wil gebruiken in jouw tekst, dus dat is oké. Maar het voordeel van verschillende bronnen aan te maken, ik zal nu een nieuwe bron aanmaken. Bijvoorbeeld de VRT. En ik klik op OK. Ik heb niet alle velden ingevuld. Nu, ik kan ook kiezen bij citaat invoegen, bij nieuwe bronnen. Als ik klik op alle bibliografievelden weergeven, dan gaat hij dat met een aanbevolen veld aanduiden met een rode ster. Oké, ik heb mijn bronnen gemaakt. Ik heb er al twee. Wat ik nu ga doen, is mijn bibliografie invoegen, automatisch gegenereerd. Ik klik op de eerste functie, dus dan wordt er automatisch op basis van de bronnen die ik al aangemaakt heb, volgens de normen, dus ik hoef niks meer te doen, alles wordt volgens de IEEE-stijl gedaan. Wil ik liever een bibliografie volgens de APA-stijl, dan kan dat ook. En dan voeg ik op deze manier mijn bibliografie in, hij past die automatisch aan, ik zet die terug op IEEE.